Mijn naam is Marjan Nijffelen en ik heb voorheen gewerkt als voornamelijk manager van teams in de retailorganisaties. Ik heb winkelautomatisering gedaan en heel veel softwarepakketten vervangen en dat soort zaken. Dat is waar ik mee bezig ben geweest voordat ik voor mezelf ben begonnen als VA. Voordat ik de opleiding startte, was ik een beetje zoekende in hoe ga ik het VA-schap inrichten. Er was me wel al het een en ander duidelijk geworden wat je ermee kon. Dus ik ben eigenlijk begonnen, omdat ik vanuit de techniek kom, om een technische opleiding te doen. Die heb ik ook afgerond en toen dacht ik mis een heleboel zaken in het VA-schap. En eigenlijk doordat ik op Instagram een foto van Danielle voorbij zag komen, gemaakt door Marleen, dat ik dacht, wow, die spat van het scherm af. Wie is zij en wat doet zij? Ik heb nog nooit van haar gehoord. En zo ben ik Danielle tegengekomen. En ben ik gaan kijken naar, wat kan jij mij brengen? En hoe ziet jouw cursus eruit? En eigenlijk al heel snel daarna een Skype-gesprek gehad. Waarin duidelijk werd van, als je bij mij de cursus volgt, dan krijg je in ieder geval de achtergronden van het ondernemerschap en het stukje juridische, het stukje offertegedeelte, je prijsbepaling, dat soort zaken werden heel snel duidelijk. Daar kon ik mee geholpen worden en dat was voor mij heel belangrijk. En verder het managementgedeelte, dat heb ik natuurlijk vanuit mijn werk meegekregen. Zo konden we een hele goede combinatie maken om eigenlijk aan de opleiding te gaan beginnen. Sinds het volgen van de opleiding heb ik heel duidelijk mijn stap gemaakt naar professionaliteit. Ik was redelijk bezig, maar was nog wel amateuristisch bezig. Ik deed wel zaken regelen, maar net niet dat puntje op de i. En eigenlijk door de opleiding weet je nu gewoon, bam, 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 dat zijn de stappen, die moet je zetten, dat heb je nodig. En dat maakt een heleboel duidelijk. Ik ben het meest tevreden over, Danielle zelf. Ik denk dat Daan echt uitstraalt wat haar bedrijf is, dat ze er staat voor je. Dat ze je helpt, dat ze je ondersteunt, dat ze je motivator is, dat ze ook je teacher is. Ze staat ook echt over van, kom op en nu ga je ervoor en zorg dat je die stappen gaat zetten en waarom ze belangrijk zijn. En je gelooft er, want ze heeft het zelf gedaan. En dat straalt ze juist heel erg uit. En dat maakt dat je meegenomen wordt en dat de tijd voorbij vliegt en dat je graag bij webinars bent, dat je graag bij een live dag bent. En dat je op die manier echt je voelt je gesteund om verder te gaan. Een VA kan best alleen zijn, maar je hebt nu echt het gevoel een buddy te hebben waarvan je zegt, yes, nu kunnen we het doen.